Beste kijkers, we staan hier met Jan Herman Brinks en die heeft een boek geschreven, Muurballade. Jan Herman, jij hebt jarenlang in Oost-Duitsland gewoond. Ten tijde van de val van de muur was je daar en nu heb je een boek over die tijd geschreven, een roman. Ja, dat klopt. Het is een, ik heb er gezeten in verband met een onderzoek naar mijn proefschrift. En dan krijg je een heel ander verhaal als je de feiten, de historiografische feiten onderzoekt. Dan een roman. Maar toen ik terugkwam en toen ik mijn proefschrift af had, toen dacht ik, ja, dit verhaal heb ik verteld van de historische figuren die anders werden bekeken door de Oost-Duitsers. Nu wil ik een ander verhaal vertellen. En dat verhaal, dat heb ik in dit boek, in Muurballade, verteld. In Muurballade verteld. En dat is een liefdesgeschiedenis tussen Xavier en Ilse, zo heten de hoofdpersonen. En Xavier komt uit het westen, Ilse komt uit Oost-Duitsland. En het is hun een streven dichter bij elkaar te komen, dat lukt niet. En het lukt onder andere niet, dat is eigenlijk de belangrijkste reden, vanwege wantrouwen. Is dat iets wat je in het algemeen voor de DDR toen de tijd kon zeggen, dat er zoveel wantrouwen was, dat echte liefde, echt contact heel moeilijk was en dat mensen altijd wantrouwend waren naar anderen? Nou, ik denk het wantrouwen was wel een soort basso continuo, iets, een geluid wat voortdurend op de achtergrond meespeelde. Na de val van de muur hebben mensen hun dossiers ingezien bij de Stasi en toen bleek dat zelfs echte lieden elkaar in de gaten hielden voor het ministerie van Staatssicherheid. Dan was dat niet de regel, maar het gebeurde. En iedereen kon er dus ook, iedereen wist dat min of meer, was ook wel min of meer bang voor. Nou, 1 op de 7 studenten, dat was het getal wat ik te horen kreeg in Oost-Berlijn, werkte direct of indirect voor de Stasi. Dus als jij een feestje had met 30 mensen, gezellig bij elkaar, dan zaten er toch al snel een paar MFS-mensen tussen die in de gaten hielden wat er gebeurde. En als het te dol werd, die dan daarover rapporteerden. Ja, waarom is dat boek nu nog actueel? Ik weet niet of het actueel is. Ik denk, naar mijn idee blijft het actueel. Waar het om gaat is, zijn een aantal thema's. Bijvoorbeeld het onderwerp vrijheid, vervreemding en de onbereikbare ander. Nou, als jij een politiek decor hebt waarin de onvrijheid op iedere hoek van de straat ligt opgetast, dan wordt het erg moeilijk om mensen onbevangen te benaderen en te vertrouwen. Te meer daar de overheid, de Oost-Duitse overheid, kans zag om draconische straffen uit te delen voor kleine vergrijpen. Ja, de situatie in Duitsland nu, hoe beoordeel je die 25 jaar na de val van de muur? Ja, het is een diffuse beweging in Duitsland. Oost en West is nog steeds niet helemaal geïntegreerd. En volgens kwaaie tongen gaat dat ook voorlopig niet gebeuren. Maar, het land is in verwarring met de komst van vluchtelingen? Het land is in verwarring, over de komst van illegale, van vluchtelingen, van open grenzen. Van grenzen die niet zo gedicht zijn als het volgens veel Duitsers en ook volgens de grondwet eigenlijk zo moet. En dat gaat maar door, dat proces. Dus mensen zijn bang voor een politiek instabiele situatie. En het gevoel van veiligheid is zo niet objectief, in ieder geval subjectief, toegenomen. Deel je die meningen? Deel je die meningen? Welke mening? De veiligheid is afgenomen. Ik denk als je kijkt, ik denk dat het absoluut onveiliger is. Ja, en ik denk dat het, kijk, de Duitsland van nu, met de komst van een heleboel buitenlanders die uit andere cultuurkringen komen, is een ander Duitsland dan pakweg 40 jaar geleden. Maar hetzelfde geldt voor Nederland natuurlijk ook. Het probleem zit, voor zover ik dat kan beoordelen, vooral in dat de staat beslissingen neemt die ik discutabel vind wanneer het gaat om het openen van grenzen. Want een staat bestaat bij de gratie van grenzen, anders heb je geen staat. Met deze wijze woorden, beste kijkers, gaan we dit interview afsluiten. Herman Jan Brinks, dankjewel voor dit interview, beste kijkers. En het is maar dat u dat weet.